Yo, kijkers van Gamer Max, welkom bij een nieuwe vuurwerkvideo. Vandaag ga ik mijn vuurwerkbestelling laten zien wat ik in Nederland ga bestellen. Ik ga bestellen bij de TP Vuurwerkshop in Kelpen, ligt die in de buurt van Weert, Roermond. Voor de mensen die daar in de buurt wonen, Paaksum, dan weet je waar deze winkel ligt. En daar ga ik dus mijn bestelling doen. De 28e ga ik dus ook mijn bestelling daar ophalen. Dan weten jullie dat ook. Dus ja, daar vertel ik zo meteen meer info over. We gaan dus uitzoeken en dan ga jullie wat tips geven wat je het best kan kopen. Hier, en misschien hebben ze het ook nog bij jouw winkel. Dat weet ik niet. In ieder geval, hier hebben ze dat. Hier hebben ze hele goede acties. Tweede gratis. En dan gaan we meteen naar de Madbox matjes. Ik laat het zien. Nou, dat is gewoon een 90 shots knalmatje. Dat kunnen we heel leuk aan elkaar maken. Nou, doen we gewoon 30 stuks van. Hoppakee, kost het toch maar tweede gratis. Dus als ik er 30 koop, heb ik er 15 gratis. Dus het kost me 15 euro. Dus dat is mooi, 15 euro voor 30 matjes, dat is natuurlijk hartstikke goedkoop. Waarschijnlijk gaan deze eruit of zo en dan moet ze deze kwijt voor goedkoop. Ik heb nog een hele goede actie hier nog meer gezien, die ga ik even laten zien hier, hoppakee. Thunder Kings, koop Thunder Kings dit jaar mensen, zoals hier ook staat. Oh, Thunder Shock. Uitzetten. Thunder Shock, felle motier met harde knal in de lucht. Let op, 2018 zijn shocks niet meer verkrijgbaar, dus koop ze nu in. Dat klopt, vanaf 2018 is het verboden, net als vorig jaar de Romeinse kaarsen, babypijltjes verboden werden. En wie weet wat ze volgend jaar verzinnen. Nou ja, dit dus. Dit wordt dus volgend jaar verboden te verkopen. Het mag wel afgestoken worden als het goed is. Dus koop ze nu in. Dat ga ik ook doen. Ik ga er 4 pakjes van pakken. Dat is ook 1 plus... Ja, 1 plus 1. Dus de eerste, bij de tweede gratis in principe. Dus 4 pakjes heb ik er 2 gratis. Kost me dus maar 10 euro. Hoppakee, bestellen. Heb ik ook weer genoeg Thunder Kings voor dit jaar. Dus dat is goed. We gaan even het filmpje erbij kijken. Misschien wel leuk. Kijk. Mooie knal. Ik weet niet van welk merk dit is. Van Vulcan Fireworks, denk ik. En ja, ik vind het een mooi effect hebben, vooral voor Thunder King. Die zijn niet altijd even mooi, gewoon een mooie knal, mooi effect. Dus goede Thunder Kings voor, best goedkoop, 2 pakjes voor maar 4,95 euro. Dus dat is natuurlijk wel te doen. Dan ging ik door naar cakes natuurlijk. Die staan hier volgens mij ergens wat tussen. Ik heb geen idee. Ze stonden hier volgens mij tussen. Ik heb 1 hele mooie cake gevonden. Deze heb ik ook gezien, alleen die was helaas uit voorraad. Dus dat is helaas jammer, ik laat hem wel even zien. Eén mooie knal, lijkt een Shell kitje en zo. In ieder geval, dit vond ik wel mooi, alleen helaas was hij er niet meer. Nou, volgende pagina. Zoals ik jullie al zei, ik ga hier dus ook een video maken in de winkel. Ik heb gevraagd of ik hier binnen een video mag maken. Dat mocht. En dat ga ik dus doen. Dus ik ga daar misschien nog meer kopen dan ik nu koop. Want ja, ik heb nu momenteel maar dit geld wat ik kan besteden. En misschien heb ik dan meer geld, kan ik meer kopen. Dus dat zien we dan wel. In ieder geval, de 28e ga ik daar een video maken. Ik doe ook nog mee met een actie van hun. En dan kan je een vuurwerk winnen. Dus ik hoop dat ik dat ook nog win. Heb ik nog meer vuurwerk om video's van te maken. Dat is natuurlijk tof. Nou, in ieder geval, hier is dus die cake die ik zag. Van 20 euro naar 13 euro. En dit is echt een goede cake, mensen. Ik ga hem op fullscreen zetten. Niet fullscreen, fullscreen. En kijk even mensen, dit is echt een mooie vuurwerkcake. Maar vooral op het laatste. Heavy Legend, 25 shots. Kijk mensen, zag je die? Oh, dat lijkt net een nitraatcake dit. Die knallen zijn echt mega hard. Dat vond ik super tof. Een mooi effect ook nog. 25 shots. En voor 13 euro kan ik die natuurlijk niet laten liggen. Dus die gaan we ook in het winkelmandje doen. En dan ga ik hier nog 1 ding kopen. Zoals ik al zei, het budget is voor dit niet echt heel veel. 50 euro heb ik te besteden. Dus ik moest een beetje kiezen. Maar ja, dit is dus het mooiste wat ik kon vinden. Nee, deze heb ik al gehad. Even kijken, dit heb ik nou in mijn winkelmandje zitten en daar ga ik nog een hele mooie gasbrander aansteker bij doen. De pyrotorch, die is super handig, kan je neerzetten en dan over het vuurwerk maar ervoor te houden en weg te gooien. Je hebt zo'n standaard, je kan hem in je hand houden, dan kan je vanaf, videootje even uitzetten, vanaf ver weg kan je dan het aansteken zonder je dichtbij te zitten. Dus ja, heel makkelijk. 11,50, daar doen we het voor, doen we erbij. Dus deze ga ik er ook bij kopen. Nou, dan heb ik dus deze producten. Ik ga het winkelwagentje even laten zien. Even kijken, ik kan het toonwinkelwagen.
Even kijken, 30 keer de euroknaller knalmat. Nou, 50 cent knaller knalmat is voor ons geworden. De Thunder Kings ook 4 halen, 2 betalen. Dit is eigenlijk 30 halen, 15 betalen. Dus woon je hier in de buurt? Ik vind het zelf het beste uit de omgeving wat ik heb kunnen vinden. En natuurlijk ook super tof dat ik hier mag filmen. Dus dat komt goed. De 28e staat hier dus online. Waarschijnlijk ergens in de middag vuurwerk shop in Nederland. Dus houd het kanaal in de gaten. Dus dat komt zeker eraan. Nou, dit ga ik dus bestellen. Deze aansteker, deze cake, Thunder Kings en knalmatjes. Ik zal misschien kijken of ik dan nog wat meer kan bestellen. Dat ligt eraan. Dat zien we wel. Misschien win ik de actie natuurlijk. Ze hebben een actie en dan kan je gratis vuurwerk winnen. Dus wie weet win ik dat. En dan ja, hebben we nog meer vuurwerk om op te halen. Video's van te maken. Dus dat zou tof zijn. In ieder geval, dat, ja, dat is het dus wat ik ga halen. Dit was dus ook de video vuurwerk bestellen. Nederland 2017-2018. Laat in de reacties achter wat jullie hebben besteld. En ja... Laat natuurlijk achter wat je hiervan vindt. Heel veel mensen zullen zeggen, ja, het is weinig. Nou, ik kan er niks aan doen. Ja, laat eens achter wat jij hebt besteld. En ja, bedankt voor het kijken. Doe een like. Vergeet zeker niet te abonneren. De 28e, veel video's de komende dagen. Zeker veel video's. En dan bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!